Als je die voetstappen volgt, kom je precies langs alle opdrachten. Ja. Ja? Ja. Loop er maar heen. Een bijzonder moment vandaag voor de vrijwilligers als de eerste bezoekers binnenlopen. Museumwerkplaats Transit Oost is een interactief doe- en kijkmuseum geworden. Nou, het doel van het museum is echt onze collectie naar buiten brengen voor de buitenwereld. Publiek laten kennismaken met de geschiedenis van het openbaar vervoer in Oost-Nederland. Het museum is opgebouwd rond deze gigantische maquette van het historische stationsgebied van Winterswijk. Ik keek mijn ogen uit hoe groot dat eigenlijk was. Winterswijk is van zichzelf natuurlijk best wel een grote plaats voor de regio. En dat heeft hij echt helemaal te danken aan de textielindustrie en de kolenvervoer uit de vorige eeuw. Hoeveel bezoekers mikken jullie nou? Nou, we hebben het heel laag ingeschat, tussen de 2.000 en 5.000 bezoekers in het eerste seizoen. Dit is onze eigen collectie. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat de vrijwilligers die het museum hebben opgezet voor elkaar hebben gekregen. Oh. Extra luxe bekleding. Want ook levensechte treinen zijn er te zien. Dit kun je niet dromen. Dit is geweldig wat hier dus nu staat. Vrijwilliger Henk Beskers is verantwoordelijk voor het onderhoud van het materieel. Voor hem is het museum een dream come true. Een ongelofelijke prestatie waar hij graag aan meegeholpen heeft. Als je hier iets doet, dan zie je wat je doet en je hebt de handen meer. Nou, dat is toch mooi. En het publiek, wat vindt dat er eigenlijk van? Moet allemaal maar even langskomen. Ja. Vooral de mensen die erbij staan, die weten ontzettend veel. Die vertellen echt, je komt niet meer naar huis toe als je hier eenmaal bent.